Is dat dan normaal? Nou ja, niemand heeft verteld wat het is. En het is dus ook niks. Het is namelijk retoriek. Het is retoriek die maar één specifiek doel heeft, namelijk uitsluiting. Het is discriminerende retoriek. Want u weet, wij zijn normale, gezellige, typische Nederlanders, maar er zijn ook een heleboel niet gezellige, niet normale, niet Nederlanders. En dat is een typische populistische boodschap. Want daarvoorbij wordt ook gepostuleerd dat wij in Nederland zoiets hebben als een nationale identiteit. Dat je loopt in een dorp in Zuid-Italië en je ziet een groepje mensen aankomen en je denkt, oh jee, zo snel mogelijk rechtsaf zijn Nederlanders. Want u wilt zich eigenlijk geen toerist voelen. U wilt zeker ook niet zeggen, oh wat gezellig, Nederlanders, eindelijk die klote Italianen, die heb ik aan mijn buik volledig van vol. Diefachtige kletsmajoers dat het zijn, zo dat werk. En dat u dan met die mede-Nederlanders heel gezellig aan het terrasje gaat zitten. En dan zegt u tegen elkaar, gods, typisch Nederlands. Doe normaal, dat kunnen die Italianen totaal. Als die Italianen iets niet kunnen, dan is het wel normaal doen. Deze hele verkiezingscampagne, dames en heren, rustte op dit soort van ideeën. Is er een Nederlandse nationale identiteit? Nee, die is er helemaal niet. Nederland is namelijk, als je het even historisch benadert, een heel heterogeen land. Want de oudjes die hier zitten, ja, nou, u bent ook een oudje eigenlijk, nu ik het heb geregistreerd. Die weten nog dat in onze jeugd het zuiden van het land een totaal ander land was dan het noorden van het land. Want in het zuiden van het land was iedereen katholiek. En in het noorden van het land leefden wij in doodsnood voor de katholiek. Wij dachten, die planten zich voort als de konijnen. We dachten eigenlijk toen in 1957 precies hetzelfde over katholieken als we nu denken over vreemdelingen. Mensen die van buiten komen. Mensen die niet weten hoe het eigenlijk hoort. U zou eens voor de aardigheid niemand die het doet. Toen Rotterdam begon te groeien als haven in de jaren 70 en 80 van de 19e eeuw was het. Natuurlijk hadden ze een enorme behoefte aan arbeiders. Want dat expandeerde in een tempo, dat had niemand verwacht. En waar kwamen die arbeiders vandaan? Die kwamen van het straatarme Brabantse platteland. Die spraken een dialect wat de Rotterdammers totaal niet verstonden. Die hadden een religie die de Rotterdammers niet hadden. Ze waren namelijk katholiek. En u moet dus lezen de teksten van Rotterdammers over die Brabanders die in Rotterdam kwamen, die nu natuurlijk volledig genaturaliseerd zijn als Rotterdammers, zal ik maar zeggen. Allemaal Feyenoord supporters, neem ik aan. Die werden gezien als gevaarlijke indringers. Als lui die de boel kwamen verstieren. Die anders waren. Zo gaat het altijd met dit soort van dingen. Waarom heeft de VVD dat gedaan? Alleen maar, zouden ze het zelf geloven? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Wat denkt u, zou Rutte het zelf geloven, die hele onzin over een typisch Nederlandse levenswijze en dat het in gevaar is? Nou ja, Sybrand Buma heeft daar nog een schepje bovenop gedaan met dat wij hier hartstochtelijk riepen om veiligheid in Nederland. Hij bedoelde jihadisme, als ik het me goed herinner. Daar zullen we het zo even over hebben. Ik vond dat dus om die reden een pijnlijke campagne, een beschamende campagne. En de vraag is ook hoe effectief het eigenlijk geweest is. Moet je tegen Geert aanschurken, Geert Light, of moet je gewoon zeggen, Geert debiteert onzin. Dat is zijn eigen schuld. Geert heeft zichzelf geradicaliseerd, met als gevolg dat hij zichzelf op een zijspoor heeft gezet. Politiek gezien staat Geert op een zijspoor. En oké, we hebben gewet, zolang de migrantenstroom niet op gang komt, zal die daar blijven staan. En is voor Geert de vraag aan de orde, wat moet ik eigenlijk precies? Behalve protesteren. En u weet, hij voert elk jaar bij de algemene beschouwingen, voert Jan zo'n toneelstukje op. Waar hij een heel leuk tekstje ingestudeerd heeft. En dan is het weer klaar eigenlijk.
En ja, dat hij zich niet door mij laat adviseren voor het opstellen van een vrij radicale rechtse boodschap waarmee je best kunt regeren, dat begrijp ik eigenlijk niet precies. Hoe komt het eigenlijk dat die populistische bewegingen zo succesvol zijn? He? Hoe komt het eigenlijk dat er op allerlei plaatsen boze burgers zijn? He? Waar ligt hem dat aan? Want het is in Amerika en het is in Frankrijk en het is zelfs in de Scandinavische landen die, zoals u weet, door en door fatsoenlijk en bijna even normaal zijn als wij. Dat is nauwelijks mogelijk, maar ook een beetje normaal zijn, daar is het ook. En zelfs in Duitsland heb je, terwijl ze daar altijd met dat, niet waar, altijd zie je achter Duitsers natuurlijk de immense schim van dat gruwelijke verleden wat die natie heeft. Dus daar ligt dat nog wel wat gevoeliger. Alternatieven voor Duitsland. Of dat die rare Pegida-beweging die je ook in Nederland hebt. Hè, dat is die man die had met zo'n varkensmuts oploopt. Ook raar toch? Of vindt, is dat nou normaal? Hè, vindt u Pegida nou normaal eigenlijk? Ik heb daar toch mijn problemen mee. Nou komt er ook niemand opdagen voor die demonstraties. Want om even bij mijn wandeling aan te sluiten. Ik maakte mijn wandeling op zondag. Het was een zonnetje. En ik denk, nou ga ik maar van het begin van de middag. En toen raakte ik verdwaald in de Pegida-demonstratie bij het Hogelandse Park. En ik begreep er niets van, want er waren ongeveer 3000 agenten op de been. Waar u s'avonds behoefte aan heeft, stond dan bij Pegida. En ik dacht, waar zijn die Pegida? Zouden die agenten ook van Pegida? Nee, dat was ook weer niet zo. Er waren geloof ik 15 leden van de Pegida-beweging en 3000 agenten. Dat je denkt, dit is meer een agentenoploop, hoe moet je dat zeggen, demonstratie dan Pegida. Ik heb het beleefd gevraagd aan die agent en die zeiden, ja meneer, wij vinden het ook eigenaardig, maar goed, we staan hier wel lekker in het zonnetje en dat leek mij weer een heel normaal standpunt, eerlijk gezegd. Ja, dus overal zien wij dit verschijnsel. En uit analyse blijkt dat de oorzaken van dat verschijnsel eigenlijk vrij complex zijn. De hoofdoorzaak van het verschijnsel, daar bestaat niet de geringste twijfel over, heeft van doen met immigratie. En met zelfs vrij omvangrijke immigratie en de gevoelens van ongerustheid die dat wekt bij wat we voor het gemak maar even de autochtone bevolking zullen noemen. Die in het algemeen natuurlijk vergeten is dat zijn eigen opa of zijn overopa ook geëmigreerd is naar Nederland, maar dat speelt eigenlijk geen rol. He, emigratie is altijd nieuw, merkwaardig genoeg. Misschien kan ik u ter lering en een vermaak. In het Amsterdam van de 17e eeuw was meer dan de helft van de stadsbevolking niet alleen niet in Amsterdam geboren, maar helemaal niet in de Republiek geboren. Dus dat waren immigranten. U kunt zelfs, ja ook dat, ik moet het niet aan Geert doorgeven, zijn heel aardige schilderijen, bijvoorbeeld een schilderij van Berkheide van het nieuwe stadhuis in Amsterdam. Dus dat moet van na 1656 zijn, zo'n beetje. En dan ziet u op de Dam staan allemaal lui met tulbanden. Dat je denkt, toen al, Bondsverdrie, dat is toch even wat. Hè? Toen waren er kennelijk al mensen uit vreemde land. Waarom stonden die daar, waarom heeft Berkheide ze erop geschilderd? Vanwege de handel. Waar verdiende Amsterdam zijn geld aan? Aan de handel, aan de wereldhandel. Wij zijn altijd een land geweest wat zich, dat is een van de wonderlijkste aspecten van de populistische opstand in Nederland, hoe beperkt ook, dat is dat het eigenlijk een dorpsopstand is. Dat het eigenlijk mensen zijn die zeggen, we willen een hek om Nederland zetten. Hè? Dat is wat Geert wil, een hek om Nederland. Nou ja, stel het zich even voor, dat is een hele onderneming. Zodra u iemand hoort zeggen dat er een hek moet komen, of een muur moet komen, weet u dat het gaat om populisten. Dat is heel gek, want erg al te intelligent zijn ze dus niet, want heeft een hek zin, denkt u? Bent u wel eens in Oost-Drenthe geweest? Gaan we dat elke 10 meter met een agent bewaken, zodat je er niet doorheen kunt? Wat doen in het algemeen mensen die ergens naar binnen willen, maar die met een hek geconfronteerd worden? In Amerika zijn al grote stukken hek. En wat gebeurt daar in het algemeen? Daar wordt een tunneltje onder het hek gegraven. Ik heb tunneltjes gezien, dames en heren, met elektrische verlichting en rails met een locomotiefje. En dan ging je op zo'n karretje zitten, nou, die tunnel was zeker 2 kilometer lang of zo, niet te dicht bij het hek. En nou, toevallig was dit nou drugsmokkel, maar als dat kan, kan alles.
Ze smokkelen ook drugs met duikbootjes. Hè. Die gaan dus in Mexico onder water en dan varen ze naar het noorden. En dan gaan ze zo'n beetje op zo'n stil stukje Californische kust komen ze weer boven water en laden ze 3 ton drugs uit. Maar je kunt ook over het hek heen, ook een mogelijkheid. Hè. Allerlei mogelijke. Een hek, dames en heren, is symboolpolitiek. Hè. Stel voor dat u de pest heeft aan uw buren, dan kunt u wel een hoog hek zetten. Maar u weet dat ze u op tal van andere unieke wijze, vooral omdat het geen normale mensen zijn vaak. Hè, gewoon helemaal geen normale Nederlands kunnen ze u hinderen. Door de muziek te hard te zetten, door 2 blaffende honden te nemen, door, nou ja, door van alles en nog wat. Hekken, dames en heren, zijn zonde van het geld. Probeer het op een andere manier te organiseren, maar het is zonde van het geld. Laat staan als je een hek moet zetten over 4000 kilometer, dat is pittige kost. Hè? Want als u nou bijvoorbeeld, u wil Amerika in, maar ja, het reisverbod is weer afgeknald door een federale rechter zoals u heeft gezien. U wilt Amerika in, dus voorlopig doe het nu als u nog wil. Hè? En u komt uit een islamitisch land, nu kunt u het nog even doen. Maar u wilt het komt er toch, het verbod, en u wilt toch Amerika in. Hoe zou u Amerika binnengaan als u... Hè? Wat zou een lollige manier zijn? Je loopt de kans dat u opgepakt wordt, daar niet van. Maar met welk land heeft Amerika een 4000 kilometer lange grens die niet of nauwelijks bewaakt wordt? Kijk eens, dat heeft u op school toch goed geleerd. Ten noorden van Amerika ligt Canada. En op sommige stukjes is die grens vrij druk. Maar ik kan u bijvoorbeeld de staat Minnesota van harte aanbevelen. U heeft wel een kans dat u door een beer wordt opgegeten. Als u daar clandestien de grens over gaat. Maar veel problemen zal het niet geven. Kijk straks op de Google kaart even. De grens tussen Minnesota en Canada. Dat zijn allemaal immense dennenbossen met meren waar ze nog nooit een mens gezien. Dus u moet wel oppassen dat u... Nou, misschien kunt u zich als beer vermommen. Dat is misschien nog wel een hele aardige mogelijkheid. Ja, en dan gaat u, als u in Canada bent, wandelt u gewoon over de grens. Dat gebeurde vroeger namelijk ook. Tal van immigranten werden geweigerd op Ellis Island. Dat was het punt waar de immigranten binnenkwamen. En je werd geweigerd als je ook maar enige medische afwijking had. Je hoefde maar staart te hebben zoals ik en het was klaar. He. En wat, daar was een speciale organisatie voor. Die mensen gingen op een bootje naar Canada. En dan gingen ze Canada en dan gingen ze na enige tijd wandelen ze over de grens de Verenigde Staten binnen. En dan was je binnen. Ik wil maar zeggen, het probleem is al heel oud. En het probleem is in essentie niet praktisch oplosbaar zonder dat je heel goed nadenkt over de structuur van het probleem waar je mee te maken hebt. Maar nu terug naar die boze mensen, de immigratie. De immigratie is het centrale probleem waarom mensen boos zijn. En die boosheid is in het algemeen ook geconcentreerd daar waar mensen last hebben van de immigratie. Op heel veel plekken in Nederland heb je, nou zeg ik dat, maar ik ontspoor in feite. En je hebt natuurlijk in Nederland plekken, buurten van grote steden, waar je zou zeggen, jongen, die immigratie, dat is toch een forse onderneming. Maar het wonderlijke is dat ook daar, waar mensen nog nooit een immigrant hebben gezien, zich ernstige zorgen maken over de immigratie. En daar komt natuurlijk een tweede probleem bij, dat is in alle landen in grote trek hetzelfde, het is dus ongerustheid over immigratie, zonder in het algemeen dat men ook concreet last heeft. Nou, u misschien op sommige plekken zal dat wel voorkomen, dat wil ik wel aannemen, maar nationaal gezien kun je dat onmogelijk stellen. En het wordt in het algemeen versterkt in die regio's waar geen of heel weinig werk is, of waar mensen in de loop van de afgelopen decennia hun werk hebben verloren. Wat leidt tot ingrijpende veranderingen van de lokale samenleving. Als u wil weten waarom Trump heeft gewonnen, dan is het dit. Dan is het dus de angst in feite voor immigratie in die gebieden waar geen of weinig werk is en waar het vroeger wel was, maar nu niet meer is. En het probleem van de Verenigde Staten is geweest dat dat deindustrialisatieproces zich op grote schaal heeft afgespeeld, maar dat de overheid daar eigenlijk geen flikker aan gedaan heeft. Want je kunt heel goed flankerend beleid voeren.
Laten we even terugschakelen naar Utrecht. Toen ik hier aankwam als student, ja, dat is ongekend lang geleden, nog eigenlijk ver voor de Tweede Wereldoorlog, had Utrecht een omvangrijke, zware industrie. De gebouwen staan er nog, zoals u weet, in zuilen. De werksporen, wat had je allemaal niet. Je had een soort staalindustrie had je hier. Ja, de Demka, werksporen, die is er niet meer. Is de werkloosheid in Utrecht groot omdat eigenlijk de hele zware industrie uit de stad verdwenen is? In een relatief hoog tempo. Gaat het goed met Utrecht? Ja, ik zie dat u bezorgd begint te kijken. Het gaat ontzettend goed met Utrecht. Maar ja, ik heb u even als controlepost als het ware. Misschien zijn er hele kleine frictietjes in de stad. Utrecht is een van de meest succesvolle steden van Nederland. Qua bedrijvenmix, qua werkloosheid, qua groei. Het is een heel snel groeiende stad. Dat komt natuurlijk voornamelijk door Leidse Rijn. Maar desalniettemin, het is een snel groeiende stad. En we hebben bovendien alles wat je hebben moet voor succes op lange termijn. We hebben namelijk een enorme hoeveelheid onderwijsinstellingen in Utrecht. Een universiteit met over de 30.000 inwoners. Een hbo-complex met nog eens een keer, geloof ik, 37.000 studenten. Je bent wel eens verbaasd als je iemand in Utrecht tegenkomt die niet student is. Dat is eigenlijk toen ik aankwam in Utrecht was het een van de sufste steden die ik ooit van mijn leven gezien had. Ik dacht al na een paar weken, ik heb me totaal vergist. Ja, dat was omdat ik toen een andere vriendin had die in Utrecht iets ging doen en toen heb ik haar gevolgd. Doe dat nooit. Mocht u voor dit dilemma staan, doe dat dus niet. Volg uw eigen hart. Want dat lag in mijn geval natuurlijk in Amsterdam, maar dat heb ik niet gedaan. Ja, en geleidelijk aan is de stad Utrecht totaal getransformeerd in allerlei opzichten wat we noemen een postmoderne stad. Die eigenlijk diensten biedt aan al die mensen die op geheimzinnige wijze geld verdienen met activiteiten waar je niets van begrijpt als het je het vertellen. Zoiets in die geest ongeveer. Wist u dat laatst door een Canadees blad, by the way, Utrecht is uitgeroepen door, ik geloof, de leukste stad ter wereld. Nou, in ieder geval de top 5 van de leukste steden ter wereld. Amsterdam werd afgebrand omdat het te druk is. Amsterdam is zo leuk geworden dat het niet meer leuk is. Het is een beetje net als het autoverkeer. De meeste Nederlanders, misschien moet ik dat toch even zeggen, hebben geen idee van de immense welvaartontwikkeling die zich in Nederland heeft voorgedaan, met name na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, maar ook nog, dan spreken we van de Gouden Jaren, dat is zo'n beetje 46, begin jaren 70, en daarna hebben we een paar dips gehad, maar ook daarna is die welvaartsontwikkeling nog in een relatief hoog tempo doorgegaan. In de jaren 90 is in Nederland ook de zaak voor inflatie gecorrigeerd. Is ons bruto product nog eens een keer met 30% gestegen. Vanaf een relatief hoog niveau. Wij horen tot de allerrijkste landen in de Europese Unie. Wij zijn per hoofd rijker dan de Duitsers. Dat zou je niet zeggen. U geniet AOW. In Duitsland heb je geen AOW en daar is het maar de vraag of je rente krijgt, want dat is van allerlei factoren afhankelijk die ons nu te ver zouden voeren. Maar eigenlijk had ik het over de verkiezingsuitslag van 2010. Die moet u thuis even opzoeken, mocht u mij niet geloven. Want dan moet u zo'n kaartje opzoeken waarbij u kunt zien wat de grootste partij is in het betrokken kiesdistrict. En dan kunt u heel aardig zien waar in dit geval, want daar hebben we het over de PVV, Populistische Partij, in feite de meerderheidspartij was in 2010. En eigenlijk weet u dat wel een beetje waar dat is. Is dat in Amsterdam? No way. Ik vroeg nog eens aan Cohen, zeg ik van hoe komt het toch dat er bij jullie dat die PVV totaal niet scoort in Amsterdam? Een paar procent meer is het niet. Zeiden, ja, we hebben alle PVV'ers geëxporteerd naar Purmerend en Almere. Dus daar had hij wel een vrij scherp beeld van hoe dat in elkaar zat, dat probleem. En als u nou kijkt naar de districten waar de PVV gewonnen heeft, dan zult u zien, dat is heel Zeeuws-Vlaanderen. Daar kijkt u toch van op.
Nou, het kan zijn dat Terneuzen er net uitvalt, maar het is heel Zeeuws-Vlaanderen. Het is een groot deel van Zuid-Limburg. Het is zijn districten langs de Duitse grens aan in het oosten van het land. En het is natuurlijk één district in Rotterdam. Ik geloof dat dat Feyenoord is, maar ik weet niet precies hoe dat benoemd moet worden. Maar het is één, ten zuiden van de Maas. U weet, het grootste Nederlandse crisisgebied is Rotterdam ten zuiden van de Maas. Omdat daar, weet ik veel, een miljoen mensen wonen of zo. Abu Talib heeft daar 200 miljoen extra voor gekregen om dat een beetje op te stoten in de vaart der volken. Nu ziet hij dus het patroon. Want welk patroon is dat? Dat is in feite heel Nederland dat leeg loopt. Hè? Waar het zich leegloop voordoet. Wat is leegloop? Dat is dat alle jonge mensen die in Utrecht gaan studeren, of in Amsterdam, of in Eindhoven, whatever, waar ze heen gaan, die komen niet meer terug. Hè? Laatst nog opgetreden in Winschoten. Hai, leuk plaatsje. Je denkt, hoe is het mooi? Ja, ik dacht, god, ik verwacht eigenlijk een verzameling plaggenhutten. Maar het was een ontzettend leuk plaatsje. Zag er allemaal hartstikke goed uit en zo. Maar wel, ja, daar zit geen enkele economische of sociale dynamiek in. En dat leidt natuurlijk, dat kunt u zich wel voorstellen, als u ooit in Zuid-Limburg, moet u eens gaan kijken naar zo'n dorp. En dan zult u zien dat de dorpskern, dat staat er best nog aardig bij. Met zo'n kerk en zo'n Mariabeeld en zo. Ja, niet dat dat nog betekenis heeft daar, maar het is er nog. En dan moet u eigenlijk gaan kijken naar de buitenwijken van dat dorp die gebouwd zijn in de jaren 50. En dan zult u zien, die zijn grotendeels dichtgetimmerd. Dat zie je in Amerika op enorme schaal in sommige gebieden. Maar bij ons is dat eigenlijk de periferie. Hè? Het is de periferie van het vaderland. De groeiregio in Nederland is de Randstad en de overloopgebieden van de Randstad. Daar zul je misschien wel eens een buurt treffen waar ze allerlei sociale problemen hebben. Maar in principe is de Randstad, dat was ook trouwens 500 jaar geleden al zo, is het dynamische hart van Nederland. En of dat op korte termijn erg gaat veranderen. Ik werd nog eens uitgenodigd door een club van zakenlui in Uden. Ik weet niet of u weet waar Uden is. Dat is Noordoost-Brabant. Als ik het zo even uit het hoofd doe. En toen vroeg ik, wat is het onderwerp wat ik voor u moet bespreken? Ja, zei ze, hoe worden we ook Randstad? Nou ja, dat is natuurlijk een opgave. Hè? Hoe wordt u de Randstad? Ik zei, ja, ik heb voor u maar één tip. Dat is ook een hele korte lezing. U moet een verhuisbedrijf bellen. Hè? En u moet in Pijnakker gaan wonen. Meer, dat is het enige. Ook niet geen vrolijke boel, maar dat is het enige wat erop zit. Want daar is de werkgelegenheid natuurlijk. Die is van een uiterst dynamisch karakter. Je ziet daar nog iets anders in. Ook een soort revival van de steden. Hè? Want ja, Amsterdam biedt natuurlijk meer vermaak, of Utrecht biedt meer vermaak dan Bunnik, ik noem maar wat op. Ja, en nog één punt, en dat betreft eigenlijk, wat is nou de attractie van die populistische partijen? He, ze zitten eigenlijk dus met gevoelens van ongerustheid, vaak ook ontevredenheid door het verdwijnen van werkgelegenheid. Je kunt trouwens, al gezegd, in Utrecht is dat eigenlijk heel goed opgevangen. Deels door beleid, deels door een natuurlijke ontwikkeling. Maar je kunt bijvoorbeeld, ik geef wel het voorbeeld, Zweden heeft een heel actief arbeidsmarktbeleid gevoerd. Ook in Zweden is veel. Overal in de wereld is in alle rijke landen vrijwel alle zware industrie niet verdwenen. Maar zodanig veranderd dat de werkgelegenheid daar veel beperkter is dan die ooit was. Je kunt tegenwoordig, geloof ik, staal maken in precies dezelfde hoeveelheden als 50 jaar geleden, maar met een kwart van het personeel. He, dus dan weet u al dat ook die beloftes van Trump, dat hij die werkgelegenheid miljoenvoudig gaat herstellen, hoe hij dat gaat doen, daar heeft hij echt geen flauw idee van, is mijn idee. De vraag is ook hoe hij dat gaat realiseren. De populisten zeggen het volgende, die zeggen ja, als je naar de democratie kijkt, lijkt het wel of iedereen het met elkaar oneens is. Hè. We hebben nu, gaan in ons parlement nu van 11 partijen naar 13 partijen. Want dus DENK komt erbij. Ik vind het ook altijd heel goed gevonden. Die titel van die partij is magistraal gevonden. En Thierry Baudet komt erbij. En Thierry heeft 2 zetels gekregen en hij heeft nu al aangekondigd. Hij gaat het hele politieke systeem gaat hij ondersteboven gooien met 2 zetels. Hoe precies is nog niet bekend, maar hij gaat het doen. Ja,
En wat zei hij ook weer? Dit is een historisch moment of een historische kentering. Wij gaan even wachten hoe dat zich precies gaat afspelen met de twee zetels. Ja, het deed mij een beetje denken aan de PVV met Barry Matlener, die toen in het Europees Parlement zat. Er waren toen 752 parlementsleden geloof ik op dat moment. En Barry was met zijn vijfjes geloof ik. En die zei, we gaan al het geld wat we te veel betaald hebben, gaan we terughalen. Ik denk, zo Barry, ik sta te wachten aan de grens. Je hebt de eerste kar met ratelende munten. Barry heeft het geld teruggebracht, u begrijpt. Het is niet gebeurd. Waarom politici dit soort van onnozelheden debiteren, dames en heren, is mij onbekend. Maar ook in deze campagne zag je weer, als al die beloftes niet gerealiseerd worden, zijn de kiezers.